Deze week trouwens ook nog ander nieuws. En dat ging over een rechtszaak tegen de Nederlandse staat over de luchtkwaliteit. Even met een omweggetje. Ik ben een paar keer bij u op uw werkkamer geweest. En hangt een heel groot bord, heel groot rond bord, 130. Ja. Want daar bent u trots op, ja, dat het op veel plekken kan. Nu zeggen mensen na die uitspraak deze week over de luchtvervuiling waar de Nederlandse staat te weinig doet. Dat kunt u wel schudden dat er nog op meer plekken 130 komt. Sterker nog, het wordt minder. Nee, nou, als eerste, wij moeten ons gewoon houden aan de norm. Hè? Dus waar wij er overheen gaan, moeten we de uitstoot terugbrengen. Dat zit niet op de snelwegen, maar dat zit, de problemen zitten in de binnensteden op dit moment. En u weet net zo goed als ik dat daar geen 130 gereden kan worden. En het zit hem rondom een aantal veehouderijen. En de knelpunten rondom de snelwegen hebben we eigenlijk de afgelopen jaren al weggewerkt. Dus ik snap al heel goed dat Milieudefensie dit als een soort symbool gebruikt. Zou ik ook doen als ik aan die kant werkte. Maar daar zit niet de problematiek in. Er zijn nog wel een aantal hardnekkige problemen. Omdat in binnenstedelijk gebied als auto's langzaam en veel file rijden, dan levert dat nou juist de problemen op. En daar zullen we samen met hen aan gaan werken. En het is ook rondom veehouderijen op sommige plekken. Maar die 130 waar u terecht trots op bent, dat wordt niet teruggedraaid? Nee, dat wordt niet teruggedraaid. En voor de toekomst geldt dat wij het alleen maar daar zullen doen waar het binnen de normen kan. Dat was ook in het verleden al zo. Ik heb ook een keer de snelheid teruggebracht, bijvoorbeeld rondom Rotterdam, toen we over de norm heen gingen. Dus dat, je moet het doen als het kan. En als het niet kan, dan breng je het ook weer terug. Maar daar waar het kan, blijven we doen. Zeker. Okay, ja. Dat is glashelder, dank u wel. We gaan iets anders dan, aanstaande donderdag, het ook weer over politiek hebben, maar dan in Haagse Lobby. Een nieuw seizoen van Haagse Lobby gaat dan van start.